zou heel graag willen dat mensen uit die loopgraven komen en gezamenlijk die ondernemersgeest die er toch in Nederland is en het goed weten te combineren van verschillende vernieuwingen in verschillende sectoren eigenlijk tot volwassendom gaan maken. Ik begin met te zeggen dat ik het echt fantastisch vind dat mensen met dit soort creatieve ideeën allemaal aankomen. Dat die enorm enthousiasme, heel veel dingen op tafel liggen en dan moet je toch gaan kiezen. En dat is, een jury is ervoor om te kiezen. Dus dat doet soms wel pijn. Je ziet heel veel dingen op papier, hè? Dikke pakketten van businessplannen. Wat gewoon altijd het leuke blijft, is dat je de ondernemers achter het verhaal hoort, wat ze hebben doorgemaakt. En op welke manier ze uiteindelijk tot het concept gekomen zijn. Trial and error blijft altijd fascinerend. Wat ik vooral gezien heb, is dat er ontzettend veel ondernemerschap is. En ik ben heel benieuwd straks wie er gaat winnen, want dat zal een ontzettend moeilijke klus nog voor ons worden. Er is één product dat ik net heb gegeten. Dat is de zeewierkaviaar, of de kaviaar uit de zee. Die ik echt ontzettend lekker vond. En dat is niet per se dat ik nou nu ga zeggen dat het beste idee is. Want er zitten ook allemaal vraagtekens. Maar ik was wel echt heel erg verrast van het product. Ik heb nu wel een stuk of vier ideeën waarvan ik denk van nou wauw, dat is echt... En wat is dan dat wauw? Dat het vernieuwend is. Dat het echt straks goed opschaalbaar is. Dat het impact gaat hebben. En dat er gewoon een goed team achter zit. Als ik kijk naar mijn sector, de tuinbouwsector, en ik kijk naar de landbouw in algemene zin, en ik kijk naar de voedselvraagstukken in de wereld, zeg ik, ja, maar dat is wel prachtig om dat nu te gaan doen. En ze zijn al zo ver, ze hebben zo goede ideeën. Ze kunnen het al vermarkten. En dan denk ik van, ja, dat is toch iets wat hartstikke mooi is. Wat ik wel heel interessant vind, is die Seaforce, dus die verstuiving. Omdat het toch wel een potentieel heeft, en dat wat ik net al een beetje aan. Ik wil vooral ook kijken wat de impact buiten Flevoland is. En dat, ja, sommige concepten kan je daar denk ik snel uitdragen. En voor ons bank staat gewoon belangrijk om bepaalde problematieken ook in andere landen gewoon op een kostefficiënte manier op te kunnen pakken. Interessant concept. Seaforce Agri. Polytechnie in de kast. Marine phytoplankton. We zijn ontzettend blij dat we doorzetten de volgende ronde, maar we zijn er nog niet. Maar we gaan er hard aan werken. De pioniers. Ik had het wel verwacht, ja. En dat zeg ik niet uit arrogantie, maar ik denk dat we een heel mooi concept hebben dat ook echt heel goed aansluit bij waar ze naar op zoek zijn binnen de Floriade Challenge. NOSD. Onderwaterboeren. En Sea Green, zeewier en zeevoer. Ja, super lekker. Maar ik vind ook dat we gewoon zeewier moeten gebruiken. En niet alleen omdat het duurzaam is, maar ook, heb ik later pas ontdekt, in 2012, 2013, toen ik er zelf mee ging werken, dat het ook gewoon onwijs gezond is. Het is echt een toevoeging. Het maakt het eten beter. Het is niet we moeten naar een alternatief. Nee, we mogen het ontdekken. Ik heb gewoon iets goeds. Daar draait het om. Ik ben in ieder geval heel blij dat we nu een groep van mensen hebben, ondernemers met plannen, die we verder gaan helpen in het ontwikkelen van hun businessplannen.